De bouwketen staan al klaar op een van de drukste plekken in het centrum van Den Haag. De brug bij het zieken wordt dit jaar vervangen. Dus moet het verkeer 8 maanden omrijden. En dat is lang niet de enige plek waar tramsporen worden vervangen of wegen op de schop gaan. Want Den Haag groeit en wil een aantrekkelijke vestigingsplaats zijn voor bedrijven. Dat schept verplichtingen. Betere bereikbaarheid voor de auto, meer gelegenheid voor de fietser om mooie fietspaden op te zoeken en ook beter bereikbaarheid van het openbaar vervoer. Bovendien komen er nieuwe, zwaardere trams en stammen veel bruggen uit de tijd van paard en wagen. Dus moeten ze worden vervangen. In totaal wordt dit jaar daarom gewerkt aan 100 wegen, kades en sporen. De meest ingrijpende werkzaamheden zijn de bouw van een nieuwe garage onder het toernooiveld, het vernieuwen van de brug aan het zieken, het aanleggen van bredere tramsporen op de nieuwe parklaan, de aanleg van een rotonde op de Westduinweg, de vernieuwing van de kruising Valkenboslaan-Weimarstraat en de aanleg van een fietspad langs de Javastraat. Op het stadhuis werkt een team ambtenaren eraan om te voorkomen dat belangrijke wegen tegelijk op de schop gaan en het een totale chaos wordt. Ook zeggen de wethouders dat ze hebben geleerd van eerdere opbrekingen. Bij ieder project proberen wij zo goed mogelijk met de buurt te communiceren, af te spreken wanneer het klaar is. Als wij zeggen dat iets klaar is, is het ook op tijd klaar. En ondertussen te kijken wat we kunnen doen om de overlast zo klein mogelijk te maken. Toch is overlast soms niet helemaal te vermijden. We zijn een grote stad. Ieder jaar zijn er meer dan 100 werkzaamheden. En dat zullen mensen ook werken.